Het is hem gelukt, 198 uur non-stop radio maken om het 10-jarig jubileum van zijn ochtendshow Giel te vieren. En daarmee heeft de 3FM-dj Giel Beelen een wereldrecord op zijn naam staan. Maar dat was allemaal niet gelukt zonder hulp van de Tilburgse lichtdokter Twan Schoutens. Twan, hoe heb jij nou Giel precies geholpen? Dat was eigenlijk een lang verhaal. Twee jaar geleden heb ik een soortgelijke recordpoging gedaan met de Vlaamse dj Peter van der Veijre van M&M, de VRT. En dat ging heel goed. Hadden dezelfde techniek in feite gebruikt. En toen we daarmee klaar waren, die heeft inderdaad 185 uur volgemaakt. Toen zei ik tegen mijn vrouw van, let op. Binnen afzienbare tijd krijgen wij een berichtje uit Nederland. En dan zal het vast zeker Giel Beelen zijn die dat wil verbeteren. Dat had je al voorspeld. Ja. En twee jaar later... Heb je hem getipt? Nee. Oh. Nee, het was gewoon een opmerking. En inderdaad, hij meldde zich 2 jaar later. Oké, maar het lijkt me dat je dit niet zomaar kunt doen, hè? 190 uur, in dit geval 198 uur, zonder zo goed als slaap. Wat waren een beetje de regels? Nou, de regels zijn dat je inderdaad elk uur 5 minuten mag pauzeren. En je mag die pauzes mag je opsparen. Dat betekent dus dat je na ongeveer 2, 3, 44 uur ongeveer 2,5 uur kunt slapen. En in de tussentijd kun je ook naar hier en daar wat powernaps doen. Mm-hmm. En wat we eigenlijk gedaan hebben is een lichtsysteem ontwikkeld. Waarmee je de dag zo lang kunt maken dat er een kunstmatige dag en nacht ontstaat. We zien hier ook wat beelden erbij, hè? Want je ziet allemaal lampen om hem heen. En die zorgen er dus voor dat die beter functioneert, zeg maar. Ja, klopt. En wat je ook ziet is voedsel. We hebben ook een dieet samengesteld om het nog een keer extra te ondersteunen. Oké. Maar hoe werkt dat dan met die lampen? Heb je heel veel licht nodig? Meer of minder? Of stemt het per dag af? Nou, wij zijn buitendieren. Mensen zijn buitendieren en we zijn dagdieren. En we leven eigenlijk in hele donkere gebouwen. Als je met licht gebruikt, dan kun je het slaapwaakritme bij mensen kun je aanpassen en beïnvloeden. En wij maken in feite een hele lange dag en een hele korte nacht. En die nacht is zo kort dat hij nog steeds kwalitatief goed is. Dus Giel maakte 2 slaapfases door van de 5 die je normaal gesproken nodig hebt. Mm-hmm. En het licht zorgt ervoor dat je op enig moment in een slaapfase komt. En als je weer opstaat, weer in een waakfase. En zo kun je dat als het ware ondersteunen. Oké, maar ja, want hoe lang kun je zonder slaap? Als hij helemaal niet geslapen had, hoe lang houdt de mens dat gemiddeld vol? Dat is eigenlijk moeilijk te zeggen, want er zijn heel veel individuele verschillen. Er wordt wel eens gezegd van je kunt het 100 uur, en sommigen zeggen 200 uur. Maar de onderzoeken daar zijn niet heel erg duidelijk. Bij Giel is het zo van dat hij al 10 jaar lang de ochtendshow heeft en eigenlijk nooit meer dan 4,5 uur slaapt. Jeetje. Dus die heeft eigenlijk dat zou ik echt niet voor kunnen. Nee, ik precies. Die heeft dus eigenlijk een soort voorsprong. He, dus bij Giel getraind. Is het waarschijnlijk... Ja, in feite maar kun je wel. Dat dus ook trainen om te functioneren met minder slaap? Ja, dat kun je in zekere zin wel trainen. Maar we moeten er wel bij opmerken van dat de slaap is uiterst belangrijk voor je gezondheid. Hè. Als je je slaap verstoort, dan heeft dat op korte termijn effecten op je concentratie, op je reactiesnelheid en zelfs op je stemming. Mm-hmm. En op je alertheid. En op lange termijn heeft het dan invloed op bijvoorbeeld op je suikerhuishouding en de kans op zwaarlijvigheid en op diabetes is dan nog groter. Oké. Had Giel nog langer door kunnen gaan? Had hij dit langer kunnen volhouden? Ja, dat wordt me vaker gevraagd. Ik denk het eerlijk gezegd wel, maar het is op een gegeven moment niet verantwoord meer. Slaap is dermate belangrijk voor je herstel. Want waarom moeten wij slapen? Is dat lichamelijk of is dat geestelijk? Nou, vreemd genoeg is dat niet helemaal bekend. De slapen zorgt in ieder geval voor herstel van je mentale functies. Maar het is ook een rustperiode voor je lichaam, waardoor dat lichaam zich kan herstellen. Mm-hmm. En er is een laatste onderzoek zegt, en het heeft onlangs nog in een vaktijdschrift gestaan, toch nog even een vaktijdschrift, dat slaap zorgt voor een soort spoeling van de hersenen. Heel raar fenomeen. Ik moest ook even in instantie om lachen. Maar het blijkt inderdaad zo te kunnen zijn dat de slaap zorgt voor een soort reiniging van hersenweefsel. We resetten de boel een beetje. Niet echt resetten, maar echt reinigen. Hoe raar dat klinkt. Oké. Ja. Hoe heb jij die dagen beleefd? Want jij was er natuurlijk zo goed als continu bij. Ja, heb jij geslapen? Nauwelijks. Ja, ik was ook degene die Giel naar bed bracht en hem weer op deed staan. Het ontwaken was niet heel erg makkelijk, want hij slaapt vast dan. En we probeerden altijd hem wakker te maken op het moment dat de slaapfases licht waren.
Meten je dat? Dat konden we meten, ja. Ja, we hadden Giel heeft een systeem aan zijn lijf geplakt, waarbij we ECG kunnen maken, een eenkanaals hartfilmpje, zo gezegd. Mm-hmm. Maar ook zijn hartslag dus kunnen meten en zijn lichaamstemperatuur en zijn ademhaling en zijn stressfactor. En dan op basis van die gegevens kunnen we zien ongeveer in welke fase die zit. Oké. Okay. En ik heb dus heel weinig geslapen, omdat ik daar gewoon ook 8 dagen was en er voortdurend een beroep op je wordt gedaan. Logisch. Ja. Maar wat betekent het nou even voor hem, maar ook voor jou? Want hij heeft natuurlijk zo weinig geslapen. En nu is het vandaag om 12 uur is het afgelopen. Was het afgelopen? Kan hij nu gewoon in bed gaan liggen en eindeloos slapen en bijslapen en het is goed? Of nee, ook daar hebben we een programma voor gemaakt. Waarbij hij vandaag slaapt tot ongeveer 10 uur, 11 uur vanavond. Dan is hij paar uur wakker. En vervolgens pakt hij de slaap weer op de normale slaaptijd, hè, zeg maar vanaf een uur of 12, tot de volgende ochtend. Morgenochtend hebben we hem geadviseerd om zoveel mogelijk buitenlicht op te pakken. Hij mag een aantal powernaps doen van maximaal 20 minuten. En moet dan weer proberen om de volgende avond op de normale tijd naar bed te gaan. Oké. Okay. En ga je jezelf daar ook aan houden of ga je gewoon lekker slapen? Ik probeer me er wel aan te houden. Ik gebruik namelijk ook powernaps. Mm-hmm. En een powernap is toch een fenomeen wat ontzettend goed werkt als het gaat over een herstelmomentje. Oké, okay. Moeten we vaker doen. Als ik denk ik moet slapen, dan kan ik juist niet in slaap vallen. En als ik eventjes wil slapen, dan ben ik urenlang weg. Ja. Hoe zorg je dan dat je wekken binnen zetten. Inderdaad... Ja. Nou, het duurt al zo lang om erin te komen. Ja, dat kun je ook trainen. Wat jij beschrijft noemen ze een arousal. Hè? Dan ben je aan het malen. En dan ben je zo aan het piekeren. Ik heb dat wel eens met de belastingdienst. Geweldig, weer hele stapel blauw. Wie niet? Nou, maar je kunt jezelf trainen om toch zoveel rust te nemen dat je ook daadwerkelijk slaperig wordt. Oké, okay. Nou, daar gaan we straks nog wel even over door. Dank je wel.